Voilà. Net toegekomen in Beringen. Het is 9 uur. Het is gewoon een uur eigenlijk. Wel het ding, ik ben om 5:30 gaan opgestaan, zodat ik een vroege trein heb. En ik ben maar rond 12 uur in slaap geraakt. Dus ik ben wel best wel moe. Tegen het eind van de avond zal ik kapot zijn. Ik zal wel goed kunnen slapen, dat is zeker. Het is een minder lange route, 27 kilometer. En het is vandaag ook een geschiedenisachtige wandeling. Want we gaan naar de mijnen van Beringen. Godverdomme. Verschiet mij dood. We gaan naar de mijnen van Beringen. En de begraafplaats van... in Leopoldsbrug van de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Of de Eerste. Gaan dat ze biedt wel van man nog zien. Dus veel plezier. Ja, ik weet niet of je dat kunt zien, maar die berg daar, holy shit. Dat is een mijnteril. Een berg stenen van afval eigenlijk, van de mijnen van vroeger. Wat dat ze nu in een natuurpark, een recreatiepark hebben gemaakt. Daar gaan we straks eens naartoe. Sorry voor dat geluid van die auto's hier. Hè. Maar dat zijn denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Is dat geen de liften waarmee dat ze het steenkool naar omhoog? Allee. Of de lift over zelf naar beneden te gaan. Ik heb geen idee. Maar het is wel fucking cool. Dat is hier bekend terrein voor mij. En voor jullie ook, hè. Aan de vrienden die kijken. Hier zijn wij in het middelbaar naartoe geweest. Mijn museum van Beringen. Om te leren over de mijnen. Nu, god mijn jaar, ik vind dat wel echt wel... Dat is impressionant. Die dingen, dat is cool. Ik vind dat nu wel jammer dat we dat in de... in het middelbaar gedaan hebben. Omdat, allez, voor mij, omdat ik echt geen vak gaf om iets te doen. Dus dat was gewoon spelen met de andere vrienden. Dat was gewoon met elkaar zo, wat lachen en... en doen. Je let niet op wat er gezegd wordt. Dat is zoals je klein manneke bent, hè. Ziet dat gebouw, jong. Nou, ik zou hier misschien wel nog een keer kunnen aan teruggaan. En alles gaan naar bekijken. Maar dat is voor nu niet, hè. Dat is voor nu niet. Mocht jij vinden over kerken wat dat jij wilde. Maar deze hier. De Sint-Theodarduskerk. In Beringen mijn. Dat is godverdomme amai. Dat is een ding, hè. Dat is pas een kerk. Ziet dat? Goh. Moet geen schrik hebben ze. Dat zijn de spoorlijnen van vroeger. Die hier gaan rechtstreeks naar de koolmijn door. Om zo naar de haven, nee niet de haven, de staalindustrie van Luik te gaan. Te rijden. Daar wordt dat veel gebruikt. Ja, en overal nog hè. Dat werd overal gebruikt in België, in Vlaanderen, Wallonië. Het is voor de eerste keer dat ik tussen sporen loop. Eigenlijk is dat best wel angstaanjagend, om eerlijk te zijn. Ik heb zo een klein ding in mijn hoofd dat zegt Jelle, what the fuck zet gaan doen? Straks komt er hier een trein rijden. Maar dat is onmogelijk, want ja, die rijden niet meer. Ik vind dat wel wijs hier, dat dorpje. Dat is een gans dorpje, stad. Een dorpskerntje zo. Naast de mijnen, dat daar speciaal werd voor gebouwd. Hè. Voor die mijnen. Dat mensen daarin konden wonen. Freedom just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but it's free. And feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues.
Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Beringen to the Californian sun, Bobby shared the secrets of my soul. And through all kinds of... Ik vind echt... kan mogelijk een beetje wind zijn. Want we gaan alsmaar hoger en hoger. Momenteel ben ik aan het wandelen. Hier op die mijntrail. Dat ik daarnet had getoond. In de verte zo wat. Daar stap ik nu op. Dat is dus wat ik daarnet ook heb uitgelegd. Allemaal het koolafval van de, allee, niet de kool, maar de stenen dat ze mijnden. Die legden ze dan hier. En dan tot, ja, hoe groot is die een berg? Ik zou het niet weten hoe groot dat is. Maar hij is toch al sinds een beetje groot. Het zijn er zo twee. Inter staat er ook één. Allemaal stenen, ja. Maar ze konden vroeger niet, dat heb ik daarnet gelezen. Ja, de machine kon dat niet goed scheiden. Die steenkool en die kool. Dus het gebeurde dat er hier ook steenkool op werd gekapt. Ja, tijdens de lading, hè. En de mensen, de buurtbewoners, die kwamen dan op de trillen klimmen. Om steenkool er van tussen te komen grijpen. Ja, waarom niet? Moet er niet voor betalen. En het zal anders toch maar onder de grond verloren zijn. Zo, dan zou ik dat ook komen doen. Hè. Toen mij eigenlijk een beetje pijzen aan de Ajuinen, bij mij in de buurt. Zijn er mensen die na de Ajuinen worden geoogst. Soms liggen er nog wat Ajuinen tussen. Dat een boer niet heeft kunnen wegpakken met zijn tracteur. Ja, en hij gaat dat niet handmatig gaan plukken. Hè. Veel te veel werk. Dus er zijn mensen die dan op de velden gaan kruipen. Eigenlijk mag dat niet. En die ajuinen gaan ertussen trekken. Ik doe dat niet. Ik doe dat niet. Ik ben braaf. Ik deel ze zelf. Haha. Amai. Sorry voor de wind. Voilà ze. Ik heb hier eigenlijk al een beetje te veel tijd verloren. En zo een uur en een half wijs ik dat ik al of twee uur al gewandeld. Tot deze plek. Stond eigenlijk niet op mijn route. Omdat geen route kon aanduiden via hier. Maar ik was wel van zin om hier te wandelen. Dus ik ga meer kilometers hebben dan 27. Maar het is de moeite waard, hè. Kijk, kijk dat uitzicht gewoon. Dus nu gaan we eigenlijk rechtstreeks naar Leopoldsburg gaan wandelen. Omdat ik nog op tijd thuis wil. Eigenlijk nu dat ik erop nadenk, ik startte die wandelingen om te trainen op Liechtenstein. Om door Liechtenstein te wandelen. Dat land ligt in de Alpen. Piepklein landje, 28 kilometer. Maar het is wel in de bergen, in de Alpen. Dus dat zou een enorme beklimming zijn. Dus ik dacht, laat ik eerst 28 kilometer wandelen in Vlaanderen zelf. Om zo te kunnen trainen op die wandeling in Liechtenstein. Maar nu wandel ik hier voor de eerste keer. Ik weet dat het in Liechtenstein zelf nog steiler is. Wandel ik hier een berg op. Dat is toch wel, ik heb dat serieus onderschat. Moest je daar zo gaan wandelen? Dat zou moeilijk worden. Dat zal met alle overnachtingen zijn, pijs ik.
godverdikke. Het is nog maar 11:50. En we zijn al in Leopoldsbrug. Ik had niet gedacht dat we hier om 12:00 zouden zijn. Dus eigenlijk ben ik wel blij nu. Yay! Ik ga hier eigenlijk niet te veel filmen, want ik vind dat nog vrij onrespectvol. Maar het zijn dus slachtoffers, militairen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Leopoldsburg ziet er eigenlijk vanuit satellietbeeld. Is niet zo een normaal dorpje waar de straten overal lopen. Maar dat is zo allemaal in vierkante blokken. Hè. Zo allemaal rechte lijnen. Persoonlijk ben ik daar geen fan van. Ik vind dat niet mooi, maar kijk ja. In het echt voel je daar eigenlijk niks van. Allee, ik weet niet, ik ben nog niet in de stadskern geweest. Juist nu in de buitenrand. Ik zit hier momenteel nog aan de militaire begraafplaats. Ik vind dat zoiets. Je moet daar respect voor tonen. Die mensen hebben gestorven voor het land. Dus waarom zou je. Allee. Snap je wat ik bedoel? Je moet daar respect voor tonen. Voor deze plaats toch. In de Nicolai-laan in Leopoldsburg hebben ze overal van die sterretjes gemaakt van bekende Vlamingen die hier zijn opgegroeid. Momenteel ben ik aan het wandelen langs het kanaal naar Beverlo heet het. Dat is eigenlijk een aftakking van het kanaal Bocholt-Herentals. Die gaat van Bocholt naar Herentals. En dat is een van de 7 Kempische kanalen. Het zijn hier veel kanalen. Dat heb je misschien al ondervonden. Dat ik veel water zie. Die ga ik 7 kilometer volgen. Ik ben nu al een eindje gewandeld. Het zal misschien al 6. Dat ik al een kilometer heb gewandeld. Zou wel goed kunnen. Of nog bijna misschien. En dan zijn het kleine baantjes naar het station van Lommel. Het station van Lommel ligt niet in de stad Lommel, maar het ligt in het zuiden. Dus, oké. Dus ik was aan het kijken naar deze plakkaatje. En dan merk ik opeens, dus ik ben aan het kijken van hier, hoe ga ik dan wandelen? Plop, naar Lommel. En dan zag ik opeens, waarom is dat witter, zo meer uitgebleekt dan dat. Dan dacht ik, juist, dat is Antwerpen en dat is Limburg. Maar nu zie ik hier, die grens loopt zo en ik ben daar. Ik ben in Antwerpen. In fucking Antwerpen. Waarom trekken ze die grens gewoon niet alleen met de rivier mee? Dat dat daar ligt, aan de andere kant. Dan is het kanaal die grens. Maar ja, nee, dat gaan we niet doen. Hè. Waarom zouden we dat doen? Jelle merkt daar nu niks van, hè. Omdat Jelle gewoon de clips naar elkaar ziet. Maar ik ben eindelijk van het kanaal weg. Ik moet het niet meer volgen. Dat is wel 7 kilometer gewoon doorgestapt. Constant datzelfde beeld zo.
Ja, natuurlijk beter als een steenweg of zo, hè. Maar 7 kilometer is wel veel. Ik heb gezongen, ik heb golf gespeeld met die stok en ligt hier op de grond. En met wat eikeltjes dat op de grond lagen. Ik ga even rusten, zeg. Amai, ik ben moe. Het is nog maar 2:30 en ik heb nog een uur te stappen. Ik heb nog maar 5 kilometer te stappen. Dat is echt niet veel, hè. Ach ja. Dag, hè. Ja, jong. Boerenvelden. En nu in de bossen. Alright. We zijn in Lommel. En we zijn voorbij het bosbaantje. Nu komen we op een klein stuk steenweg. En dan zijn we aan het station. Dus ik wil jullie bedanken al voor te kijken. Ik weet niet of dat een goede video zou geweest zijn. Zullen we wel eens zien, zeker ze biedt. Anyway, hoe dan ook. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Nu al een klein stukje in Antwerpen gedaan. Volgende keer gaan we compleet in Antwerpen gaan. Provincie Antwerpen. En gaan we naar Mol of Geel? Ik weet het nog niet. Mijn voorkeur gaat uit naar Mol, omdat dat dichter is. En het wordt rap donker en zo, die dingen. Dus ik heb liever kleinere afstanden dan. Maar ik zal wel nog zien. Dank u. Dag. Hè. Oh god. Oh, ik heb op dat einde rap gestapt. Amai. Oeh.